Goedemiddag iedereen, mijn naam is John Post van CompuTrain en ik wil u namens CompuTrain van harte welkom heten bij ons webinar over data science. Data science is natuurlijk een vakgebied wat enorm in ontwikkeling is de afgelopen jaren en waar heel veel over te vertellen valt over het hele discipline en alles wat daarbij komt kijken. En dat willen we u in het aankomende uur allemaal zoveel mogelijk over vertellen, inclusief een aantal praktijkvoorbeelden. Dus wat zijn nou echt toepassingen van data science in de praktijk? Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft gedurende het webinar. Dat kunt u stellen in het questions and answer veld. En we proberen een aantal van die vragen ook live tijdens het webinar te behandelen. Ofwel tijdens het webinar of daarna. En alle andere vragen proberen we in een later stadium naar jullie toe te sturen. In de afrondende mail die we in de loop van volgende week naar jullie zullen sturen. Naar aanleiding van dit webinar. We doen dit webinar samen met onze partner Ilionix, onder andere gespecialiseerd als partij in alles rondom data science. En Dominique Cerkel zou zometeen de inhoudelijke onderwerpen doen van het webinar. En Bernard Zuidema zal vooral zorgen voor een stukje vraagstelling aan de hand van de questions and answers. Dominique is data scientist, dus ik denk iemand die bij uitstek geschikt is om u alles hierover te vertellen. En dan rest mij niks anders dan u een heel fijn webinar te wensen. En dan gaan we nu over naar Dominique. Yes, hi. Welkom allemaal. Ik ga even zorgen dat ik de presentatie met jullie deel die ik heb gemaakt. Ja. Als het goed is zien jullie op dit moment mijn presentatie. Ik zal het vandaag met jullie hebben over data science in de praktijk. En daarbij wil ik graag vijf onderwerpen behandelen. Allereerst ga ik kort in op wat data science is en wat machine learning is, want die concepten worden vaak nogal wat door elkaar gehaald. En ondanks dat ze veel met elkaar te maken hebben, zijn ze niet helemaal hetzelfde. Deze twee onderwerpen zullen vrij conceptueel zijn. Vervolgens ga ik iets meer de techniek in. Zal ik spreken over de methodiek die wij graag toepassen als we data science toepassen. En wat er nog mis kan gaan. En als laatste ga ik drie use cases behandelen. En dan hoop ik dat op het einde de vraag wat is data science voor jullie helemaal duidelijk is. En dat jullie kunnen zeggen, nou dat is data science. Dus allereerst, wat is data science? Zoals ik eerder al aangaf, is data science wordt dat vaak verward met machine learning. Er zijn ook veel buzzwords hierom. Nou, ik heb hier een Venn-diagram van gemaakt met veel van deze buzzwords, met hoe wij zien dat deze concepten met elkaar te maken hebben. En ik wil dat graag een beetje toelichten met het verhaal van een robot. Stel je voor dat er een robot is die stofzuigt. En deze stofzuigrobot die doet dat in een huis naast een molen. En daar is vrij veel stof, omdat de molen natuurlijk veel stof produceert. In het weekend en in de nacht is deze molen dicht en is het stof dus ook wat minder. Nou, dat is de basis waar we het even over gaan hebben. Stel je nu voor dat met behulp van sensoren deze robot te weten krijgt waar er meer stof is. Bijvoorbeeld doordat mensen aan kunnen wijzen door middel van foto's of spraak of omdat ze op knopjes kunnen klikken waar deze stof is. Daarnaast krijgt deze robot het batterijverbruik van zichzelf door en ook hoeveel stof hij heeft ingenomen. Nou, het processen van deze gestructureerde en ongestructureerde data noemen we big data. Dus dat is het bolletje daar links. Wanneer we op basis van deze data waardevolle inzichten vormen, dan noemen we dat data-analyse. En die twee vallen echt specifiek volledig binnen data science. Stel nu dat de robot met behulp van modellen bepaalt dat hij minder gaat stofzuigen in het nacht van het weekend, of in het weekend, omdat het dan dus minder stof is. Nou, als de robot dit zelf kan bepalen, dan noemen we dat artificial intelligence. En als dit bepalen dan specifiek, of dit model specifiek gebaseerd is op het leren in plaats van andere modellen, dan hebben we het over machine learning. Een model, hier gaat het dus niet om modellen die bijvoorbeeld zeggen van het is de zevende dag in de week, dus het is zondag, dus je gaat niet stofzuigen. Dat is wel artificial intelligence, maar geen machine learning. Ja, dan nog deep learning. Dat is eigenlijk gewoon een heel ingewikkeld machine learning model.
Nou, stel je nu voor dat door al deze informatie we begrijpen dat het batterijverbruik van de robot verschillende patronen heeft. Dit datapatroon kan dan uiteindelijk gebruikt worden voor een basisbatterijbespaarmodel. Dat het dan weer de business kan helpen. De robot kan nu namelijk langer mee dan de robots van de concurrenten, omdat hij zijn batterij kan besparen. Nou, het maken van zakelijke beslissingen op basis van deze samengestelde data, om maximaal voordeel te behalen, dat noemen we data science. En het punt wat ik hierbij wil maken is dat data science zeker veel te maken heeft met voorspellingen en machine learning, maar dat het niet alleen dat is. Data science kan dus ook gewoon bestaan uit statistieken en het kan ook bestaan uit bijvoorbeeld simulaties. Nou, om toch nog iets verder in te gaan op machine learning, gaan we door naar het volgende hoofdstuk. En wil ik graag beginnen met dit mooie plaatje van Dr. Donald Mitchie's Menace. Een beetje een tongue twister. Maar de Menace was een machine gemaakt door Dr. Donald Mitchie, die met behulp van machine learning uiteindelijk tic-tac-toe of kaasboter-eieren kon spelen. En deze machine was al gemaakt in 1962 en bestond ook niet echt uit onderdelen die wij bij een machine verwachten. Hij bestond namelijk uit zo'n volgens mij 180 lucifer-doosjes. Nou, en hoe werkte deze Menace dan? Je zag net al die lucifer-doosjes staan. En ieder lucifer-doosje had een bepaalde specifieke situatie op zich staan. Nou, die situaties die zie je hier aan de linkerkant. En de machine begint altijd. Nou, we pakken het doosje erbij dat bij deze specifieke situatie hoort op het moment. Er is nog niks ingevuld, dus dat is het bovenste doosje. Vervolgens schudt de mens dat doosje en daar valt een knikker uit. In alle doosjes zitten namelijk knikkers. En deze knikkers komen overeen met een locatie op ons spel. Op dit moment heeft de Menace, de computer, er dus voor gekozen om linksbovenin een rondje te zetten. Nou, dan is nu de mens weer aan de beurt. Wij zetten bijvoorbeeld hier een kruisje. En dan zitten we in een nieuwe situatie. De Menace, de computer, is weer aan de beurt. We pakken het doosje erbij dat erbij hoort, halen daar een knikker uit. En we zien dat de Menace bovenin in het midden een rondje wil zetten. Op dit moment is de mens weer aan de beurt. Die zet logischerwijs rechtsbovenin een kruisje, want anders dan zou de computer winnen. En de computer is weer. Nou, nieuwe situatie, nieuwe knikker. En we zien dat de computer een niet zo slimme zet maakt op dit moment. En namelijk een rondje zet links in het midden. Waarna wij weer aan de beurt zijn en de mens gewonnen heeft. Nou, dit lijkt nog niet alsof dit een computer is die heel slim is. Maar nu komt de volgende stap. Wat heeft Dr. Donald Mitchie namelijk bedacht? Zodra een computer verliest, pakken we één knikker, behorende bij de situaties en de route die is genomen tot het verlies, die halen we eruit. In ieder lucifer-doosje zitten namelijk niet één knikker van iedere kleur, maar iets meer. En door één knikker van die kleur eruit te halen, maken we de kans kleiner dat dezelfde route naar verlies nog een keer genomen wordt. En als de computer een keertje wint, dan stoppen we meer knikkers erin. Van de juiste kleur. Die horen bij dat pad. Wat je dan ziet, is dat je de kansen groter maakt om te winnen. En eigenlijk ook weer kleiner maakt om te verliezen. En wat je dan ziet, hier zie je een grafiekje van de punten die de Menace tegen de mens heeft gehaald. Als zij heel veel potjes spelen. Waar de computer min 1 punt krijgt als hij verliest. En plus 1 als hij wint. En 0 als het gelijkspel is. En wat je dus kunt zien is dat na zo'n 40, 50 potjes de computer, de Menace, eigenlijk steeds vaker begint te winnen. En uiteindelijk zelfs bijna ieder potje wint. Nou, ik vind dit een heel mooi voorbeeld, omdat dit echt een voorbeeld is van machine learning. Waarbij geen enkele moeilijke computer aan de pas komt. Dit gaat alleen maar over lucifer-doosjes en knikkers. En alsnog kunnen we deze lucifer-doosjes en knikkers, deze machine, laten leren om te winnen van de mens. Een machine learning model is dan ook altijd opgebouwd van drie stukken. Allereerst heb je de representatie van hetgene wat je na wilt gaan. Dat was in dit geval waren dat de lucifer doosjes, allemaal bij elkaar. Representatie van
de paden in het spel. Vervolgens heb je de evaluatie. Dat is, nou, hoe goed gaat het? Gaat het goed of gaat het fout? In ons geval hier, heb je gewonnen of heb je verloren? En de optimalisatie. En de optimalisatie is normaal gesproken een hele wiskundige stap. En in dit geval, het geval van de manage, was het gewoon knikkers erin of eruit halen. Maar in elk geval ook kansen vergroten en kansen verkleinen. Als je het wiskundig wilt benoemen. Dit is hoe het conceptueel gezien werkt. Machine learning is dus ook een conceptueel begrip. Ik ga verder niet in op de verschillende varianten die er zijn en tijdens deze presentatie. En ik zal ook niet ingaan op de wiskunde die erachter zit. Er zit namelijk wel heel veel wiskunde achter, maar conceptueel gaat het zo. En in het volgende voorbeeld wil ik nog ietsje dieper ingaan op het concept. Om zeker te maken dat jullie begrijpen hoe dit werkt. Ik wil een klassificatiemodel laten zien. Waarbij we proberen te klassificeren of een plaatje een kat is, ja of nee. Nou, dan hebben we altijd de features. Dat zijn in dit geval de plaatjes van honden en katten. En aan de rechterkant zien we de labels. En dat is dus, is het een kat, ja of nee. En die labels worden altijd gegeven door een expert bij het klassificatiemodel. En dat is zeer belangrijk dat die expert ook weet waar die over praat. Dan hebben we de representatie zoals we eerder hebben besproken. In dit geval is dit een zelflerend algoritme. En we stoppen deze plaatjes van honden en katten door het algoritme heen. En in dat algoritme zitten heel veel variabelen. En die variabelen die staan in eerste instantie allemaal willekeurig. In de manage zagen we dat die variabelen, dat waren alle knikkertjes. En in eerste instantie waren overal evenveel knikkers. Nou, dat is ook een willekeurige setting. Vervolgens laten we het zelflerend algoritme een voorspelling doen. En omdat al die variabelen in eerste instantie dus willekeurig zijn, zal die voorspelling ook willekeurig zijn. Kan die niet heel goed zijn. We evalueren dit. Nou, in dit geval doen we dat met een accuracy. 33% is goed beantwoord en 67% fout. En vervolgens komt dus die optimalisatiestap. Waarin we zeggen van nou, dit is niet goed genoeg. We passen iets aan in het algoritme. We halen de knikkertjes eruit, doen knikkers erbij. Nou, op een wiskundige manier passen we hier die variabelen een klein beetje aan. En dat gebeurt automatisch. Dat doen we niet met de hand, gelukkig. En dat doen we net zo lang totdat we vinden dat het model goed genoeg voorspelt. We zijn tevreden over de accuracy. Bijvoorbeeld tegen de 90% of 100% aan. Afhankelijk van het probleem. Nu weten we dat het model enigszins goed werkt, maar we weten voornamelijk dat het model goed werkt op data die hij al gezien heeft. Want hij kon deze katten en honden goed voorspellen, maar wie zegt dat hij een nieuwe kat of hond goed kan voorspellen? Om dat te simuleren houden we altijd een deel van de data achter, ongeveer zo'n 30%. En op basis daarvan gaan we testen hoe goed het model nou eigenlijk doet. Nou, dat doen we door deze nieuwe data ook door het model heen te gooien en daar een voorspelling op te maken. Hier komt dan een waarde uit en als deze waarde goed genoeg is, dan vinden we dat het model daadwerkelijk goed genoeg werkt op nieuwe data. Soms zie je nog dat mensen nog een groep achterhouden om helemaal zeker te weten dat het goed werkt, maar vaak zie je zo'n split in twee delen. Als je op machine learning dingen ook een percentage ziet staan van het werkt voor 70% goed, dan gaat het altijd over dit laatste getal en nooit over het getal bij het trainen. Want dat zegt niet zo heel veel, want die data heeft hij ook al allemaal gezien. Nou, ik hoop dat jullie nu ondertussen conceptueel goed begrijpen wat het verschil is tussen data science en machine learning en hoe machine learning precies werkt. En dan wil ik verder ingaan op de methodiek die ik altijd toepas om data science projecten te starten of toe te passen. En dat is de CRISP-DM en die ziet er zo uit. Je ziet hier een soort half open, half gesloten cirkel. En we beginnen altijd bij het begrip van het onderwerp. Nou, dit is een stap die ik zie dat wel redelijk vaak wordt overgeslagen of heel snel behandeld wordt. Terwijl dit juist een van de belangrijkste stappen is. Het begrip van het onderwerp is belangrijk om te begrijpen hoe je met de data om moet gaan. Maar ook wat er vervolgens mee voorspeld moet worden. Binnen deze stap zoeken we onder andere naar het doel. We kijken ook wanneer dat doel is behaald, dus wanneer is het succesvol.
We zoeken hier ook uit wat de terminologie van de data precies is, maar niet alleen van de data, maar ook van de mensen die het spreken, wat de stakeholders zijn, wat de huidige situatie is. Al deze dingen zijn ook belangrijk voor een data scientist. En het negeren van deze stap kan betekenen dat er heel veel moeite wordt gedaan om juiste antwoorden te geven op verkeerde vragen. Zo heb ik een keer meegewerkt aan een hackathon, waarbij we dingen hebben gedaan met bezoekersaantallen. En daar was een groepje aanwezig dat eigenlijk die eerste stap niet helemaal goed doorlopen had. En daarbij hebben zij eigenlijk niet helemaal goed begrepen wat een bezoekersaantal is. Want wanneer ben je eigenlijk een bezoeker? Ben je een bezoeker als je ergens binnenkomt en verdwaald bent en direct weer weggaat? Of ben je pas een bezoeker als je een uur binnen bij een bepaalde locatie bent? Dat zijn vragen die je uit de data niet uit de data kunt halen. En die je dus bij de mensen die de data hebben gemaakt of hebben verzameld, of de beleidsmedewerkers, vandaan moet halen. Nou, als je begrip hebt van het onderwerp, ga je verder met het begrip van de data. Vaak zie je dan dus ook dat je weer terugkomt bij het begrip van het onderwerp, omdat je dus toch niet helemaal goed begreep wat die bezoekersaantallen nou precies waren. En als je dat eenmaal onder de knie hebt, gaan we verder met de datapreparatie, zodat die vervolgens het model ingestopt kan worden. Hier zie je ook weer dat er een soort wisselwerking tussen zit, tussen het modelleren en het prepareren van de data. Vaak blijkt dat wanneer je aan het modelleren bent, dat de data toch nog niet helemaal goed geprepareerd was. Dus daar gaan we mee verder. En vervolgens evalueren we hoe goed het model is, maar ook hoe goed het proces is gegaan en of alle vragen ook zijn beantwoord en of het in productie kan worden gebracht. Mocht dit niet zo zijn, dan zie je vaak dat je toch weer terug moet naar het begrip van het onderwerp, omdat daar nog wat discrepantie tussen zit. Wanneer het wel goed is, dan kun je het model dus in productie brengen. Ik wil verder, omdat ik het erg belangrijk vind, nog even ingaan op deze eerste drie stappen, die we ook wel de exploratory data analysis noemen. En dat wil ik doen omdat dit eigenlijk de belangrijkste stappen bijna zijn van deze cirkel. Veel mensen denken bij data science dat modelleren het allerbelangrijkste is. Maar wat je vaak ziet is dat veel modellen wel tot dezelfde uitkomsten kunnen komen, maar dat het voornamelijk erg belangrijk is hoe deze data geïnterpreteerd en voorbereid is. Jullie kennen misschien wel het verhaal van de NASA, die op 11 december 1998 een probe naar Mars heeft gestuurd. En die is helaas neergestort. En dat kwam omdat de data in California gegeven was in metrische waarden, namelijk meters en kilo's. Maar ergens anders in Amerika geïnterpreteerd werd met het imperiale systeem, oftewel miles en pounds. En daardoor kwam de probe, werden de stuwkrammotoren van de probe te laat aangezet en niet hard genoeg, waardoor deze probe dus neergestort is op Mars. En dit heeft de NASA $125 miljoen gekost. Nou, dit is iets wat ik denk dat met deze goed doorgaan van deze eerste drie stappen grotendeels tegengegaan kan worden of voorkomen kan worden. Binnen de exploratory data analysis wil ik nog op drie specifieke dingen ingaan. Dat zijn: hoe ga je om met foute waarden, hoe ga je om met uitschieters en hoe ga je om met missende waarden die er zijn. Eigenlijk zie je vaak dat hier twee verschillende dingen mee gebeurd worden. Als er foute waarden, uitschieters of missende waarden zijn, worden deze vaak of verwijderd of worden ze ingevuld met een andere waarde. En ik heb even een voorbeeldje gemaakt om daar iets duidelijker over te worden. Hier zie je een dataset die gemaakt is door middel van een enquête af te nemen bij verschillende mensen. En die mensen hebben, zoals je ziet, bijvoorbeeld een salaris en hun leeftijd opgegeven. En ook hoe gelukkig zij zijn of hoe blij zij zijn. Stel je nu voor dat jij zou willen voorspellen wanneer mensen gelukkig zijn, hoe gelukkig mensen zijn op basis van deze andere kolommen. Dan valt mij in elk geval direct op dat hier onder salaris al twee bijzondere gevallen staan. Namelijk iemand heeft nul salaris en iemand heeft heel veel salaris. Dan komt bij mij direct de vraag op: is dit een fout of is dit een uitschieter? Om hierachter te komen ga je dan vaak in gesprek dus met de business of de mensen die meer weten van hoe dit gemaakt is in plaats van alleen de data.
Want ik kan me best voorstellen dat die man van 80 die 0 euro op zijn salaris heeft, of 0 euro binnenkrijgt als salaris, dat hij inderdaad ook geen salaris heeft, omdat hij gewoon pensioen heeft. En in het geval van die man die heel veel verdient, misschien weet de business wel toevallig dat dit Bill Gates is. Want Bill Gates is ook 64 jaar oud, heeft ook 3 kinderen, zal zijn leven misschien wel een 9 geven en verdient ook superveel geld. Het verwijderen kan dus best wel eens problemen opleveren. En misschien wil je wel heel iets anders doen met deze data, omdat deze uitschieters best wel wat informatie geven. In het geval van uitschieters kun je nog 2 andere dingen doen. Namelijk het afkappen van de data of het transformeren van de data. En dat heb ik hier gedaan. Je ziet nu 2 extra kolommen verschijnen. Allereerst de kolom Salary Log, waar ik het logaritme heb genomen van de waarde van salaris. Daardoor komen al die waardes veel dichter bij elkaar te liggen. En voornamelijk de uitschieters komen dichter bij elkaar te liggen. En de laatste kolom zie je salaris band. Daarin zijn de salarissen opgeknipt eigenlijk in geen salaris, laag salaris, middel salaris en hoog salaris. En waarom is dit nou belangrijk? Aan de linkerkant zien we nu 3 grafiekjes verschijnen. Met op de x-as het getal wat mensen hun happiness geven. En op de y-as het salaris. En dan bovenin het salaris zoals het gegeven is. In het midden het salaris, het logaritmische salaris. En onderin het salaris opgedeeld in bandbreedtes. En wat je ziet bij de bovenste is dat... Oh, en daardoorheen heb ik een simpele regressielijn getrokken. Wat je ziet bij die bovenste salarislijn is dat die heel erg naar boven getrokken wordt. Door die ene uitschieter, door die Bill Gates. En dat gebeurt zo erg dat zelfs mensen die zichzelf een 4 of 5 geven, dat er gezegd wordt dat die waarschijnlijk min geld moeten verdienen. Ongeveer min 200.000 euro. En dat de rest allemaal op één lijn ligt. Nou, bij de tweede zie je dat dat al veel minder het geval is. En bij de derde, het opdelen in banden, zie je dat dat nog minder het geval is. En waarschijnlijk is de laatste, het opdelen in banden, ook het meest accuraat. Want uiteindelijk zal het verdienen van geld misschien wel iets te maken hebben met je happiness. Maar of je nou 3 miljoen 1 euro verdient of 3 miljoen 2 euro verdient, dat zal waarschijnlijk niet zo heel veel meer uitmaken. Het gaat er waarschijnlijk om hoe het zit met laag, middel of hoog. Nou, we zien hier dan ook nog een aantal NAND-waardes, onder andere onder de kinderen en onder de leeftijd, dus missend waardes. En hier kun je ook verschillend mee omgaan. Je zou ervoor kunnen kiezen om deze rijen compleet weg te laten. En in het geval van de leeftijd zou je dat ook best wel kunnen doen. In het geval van de leeftijd kun je bijvoorbeeld ook het gemiddelde invullen. Of het gemiddelde van de dataset of het gemiddelde van Nederland. Maar dat vind ik altijd best wel onveilig, want dan vul je zomaar data in. Dus het weglaten van deze rij heeft misschien wel zin. Bovendien zie je ook dat deze persoon, als je goed kijkt, zie je dat deze persoon een heel gemiddeld leven heeft voor deze dataset. Hij heeft 1 kind, dat is het gemiddelde van deze dataset. Hij verdient 49.000 euro. Per jaar, dat is ook het gemiddelde van deze dataset. En hij geeft zichzelf ook een 7 en dat is ook ongeveer het gemiddelde van dataset. Dus je kunt je afvragen hoeveel deze persoon toevoegt aan deze dataset. Als je kijkt naar de kinderen, dan is het weer een ander geval. En in dit geval zou ik ook teruggaan naar de business om even te overleggen van hoe hebben jullie deze enquête tot stand gebracht. Ik kan me namelijk best voorstellen dat wanneer je geen kinderen hebt, dat je gewoon deze vraag overslaat. Mag dat? Kan dat? Is dat een optie? Overleg ik vooral ook met degene die deze dataset hebben gemaakt wat zij hiervan vinden. Maar waarschijnlijk hebben de mensen die hier niks hebben ingevuld ook gewoon geen kinderen. Je ziet hier al dat er heel veel verschillende manieren zijn hoe hiermee om te gaan. En dat is ook de reden waarom deze EDA zo belangrijk is binnen dit hele proces. Als laatste wil ik over dit CRISP-DM-proces nog 1 ding zeggen. En dat is namelijk dat het deployment vaak niet door de data scientist zelf gebeurt. Wat je veel ziet is dat dit gebeurt door de data engineer of door een BI-specialist. En dat de data scientist die de modellen wel heeft aangeleverd en al gemaakt heeft, dat die soort van vraagbaak er nog bij zit. Soms zie je ook dat dit wel door dezelfde persoon wordt ingevuld, maar dat
is dan ook een persoon die twee rollen op zich kan nemen. De functionaliteit die je nodig hebt om dingen in productie te brengen is namelijk compleet anders dan wat je nodig hebt om een data scientist aan zich te zijn. Dan weten jullie nu over wat data science is, enigszins, wat machine learning is en welke methodiek je het beste toe kunt passen. Kunnen er dan nog dingen misgaan? Nou, spoiler alert, dat kan zeker. En er zijn een aantal dingen die misschien heel logisch zijn om mis te gaan en die ik dus niet per se wil benoemen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het gewoon technologisch niet haalbaar is wat je probeert te doen binnen data science. Voornamelijk als je het over voorspellen hebt, dat het gewoon niet mogelijk is om te voorspellen. Wat ook wel vaak gebeurt is dat mensen dus met data science bezig gaan omdat ze met data science bezig willen. Dan is het dus niet, er komt geen vraag vanuit de business. En uiteindelijk heb je dan een heel mooi product, maar gaat de business er ook geen gebruik van maken? Het is daarom in mijn optiek altijd erg belangrijk dat de vraag vanuit de business komen, data science vervolgens gebeurt en dan de antwoorden weer naar de business gestuurd worden. Of de business gaat er namelijk ook weer gebruik van maken. Maar behalve deze punten die redelijk voor zichzelf liggen, zijn er ook nog 5 andere punten die ik graag wil benoemen die mis kunnen gaan. Dat zijn deze hier die je ziet. Corrupte data, narrow expertise van een model, data leakage, hoe je om moet gaan met ongelijke klassen en het hele black box verhaal wat je heel veel hoort. Dominique, ga je heel even onderbreken? Ja. Ik heb een vraag gekregen van iemand die anoniem is. Die vraagt, heb je een voorbeeld van wat voor product daaruit voortkomt? Kan je daar iets over vertellen? Een product dat eruit voortkomt is vaak bijvoorbeeld een uiteindelijk toch een Power BI oplossing. Waarin bepaalde cijfers worden laten zien waar dan beleidskeuzes op kunnen worden gemaakt. Dat is een voorbeeld. Maar er zijn er ook veel meer. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld spraakherkenning of fotoherkenning. Ik heb ooit iets gedaan met het herkennen van amoebes in water. Die zeggen dan weer iets over hoe gezond dat water is, hoe schoon dat water is. En daar wil je dan bepaalde amoebes voor kunnen herkennen. Dat doen mensen nu door in labs daadwerkelijk te gaan kijken met microscopen. Maar je kunt dat ook bijvoorbeeld doen met machine learning. Volgens mij kom je er ook nog zo meteen op terug bij wat use cases waarin je een voorbeeld geeft van wat er nou precies uitkomt. Hè? Ja, klopt hoor. Ga ik zeker doen. Deze 5 punten dus. Allereerst corrupte data. Ik heb eerder al aangegeven dat data extreem belangrijk is voor het model. En corrupte data helpt daar dus niet bij. Ze zeggen wel eens garbage in is garbage out. En corrupte data kan heel obvious zijn of heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld als de expert eigenlijk niet een expert is. De expert hier denkt dat de tweede kat geen kat is. Ja, als je dat aan je model gaat proberen te leren, dan wordt het heel moeilijk voor hem om te leren dat dat wel een kat is. Maar het kan ook een stuk minder, een stuk subtieler zijn. Kijk bijvoorbeeld naar deze dataset van plaatjes. En stel je voor dat jij wilt gaan voorspellen of een op basis van deze kaart plaatjes of er op dat plaatje een hond of een wolf staat. Nou, dan kan het zijn dat jouw model al met 90% of 100% het goed weet te voorspellen. Maar dat voor je vervolgens dit plaatje erin stopt. En dat je model met 99% zekerheid durft te zeggen dat dit een wolf is. Terwijl dit duidelijk geen wolf is. Nou, wat gaat er dan mis? Als je goed kijkt naar deze data op de achtergrond, deze data, dan zie je dat de wolven allemaal in de sneeuw staan. En de honden allemaal in het gras of in het groen. Of in ieder geval veel meer kleur om zich heen hebben. Wat kan er dus gebeuren? Je model heeft helemaal niet geleerd om honden of wolven te herkennen. Maar die heeft geleerd dat wolven meestal in de sneeuw staan. En die kijkt dus voornamelijk naar de kleurencombinaties op een plaatje. Deze hond staat in het wit. Dus je model denkt vrij snel, dit is een wolf. Want het is in het wit. Dit is dus iets subtieler en ook iets moeilijker te herkennen. Hoe ga je hiermee om? Nee, allereerst hoe herken je dit? Je model lijkt niet te leren en geeft vreemde uitkomsten. Wat je dus ook ziet is dat je model het bijvoorbeeld heel goed doet op je trainingsset, maar vervolgens
absoluut niet goed doet op je testset. Dat kan ook zijn. Nou, en hoe ga je dit dan tegen? Dit ga je tegen door een goede IDE te houden, een goede exploratory data analysis te houden. Daarin kun je vaak al zien, stel je zou de distributies van de kleurpixels van deze plaatjes maken, dan zie je dat de kleuren in de plaatjes van de honden allemaal veel meer aanwezig zijn dan de plaatjes van de wolven. En dan kun je dus voorstellen dat hij naar het verkeerde kijkt. Maar dit is vaak wel moeilijk te herkennen. Maar het kan wel. En narrow expertise is ook iets wat ik graag even aan wil stippen. Mensen zijn vaak vooral ook bang voor hele AI-modellen die de hele wereld over gaan nemen en die alles kunnen. Nou, de meeste AI, data science of machine learning modellen kunnen zijn goed in één ding. Je ziet hier twee plaatjes van dingen die uit ImageNet komen. Waar heel veel modellen op getraind zijn om verschillende plaatjes te herkennen. En de meeste modellen zijn goed in het herkennen van het ene plaatje, maar veel minder goed in het herkennen van het tweede plaatje. En waar zij heel goed in zijn, of waar zij niet zo goed in zijn, laat ik daarmee beginnen. Dat is het herkennen van het bovenste plaatje. Wij zien namelijk vrij duidelijk en vrij snel, als je dit in elk geval kunt lezen, dat dit zeezout, een doosje met zeezout is. Maar het model voorspelt ook heel vaak een, eigenlijk allerlei andere soorten flesjes. Want dit model heeft nooit geleerd om te lezen. Hij heeft alleen geleerd om te kijken naar de vormen. Dus waar een mens direct die tekst ziet en direct herkent, oké, zout. Denkt de computer, ja, dit is een flesje met iets. Maar wat, weet ik niet precies. Nou, als je kijkt naar die tweede, dan zou ik het sowieso al heel knap vinden als iemand kan herkennen dat dit een terrier is. Maar deze computer, of het model dat hierop getraind is, kan zelfs herkennen dat het een Yorkshire terrier is. Ja, en hoe komt dat nou? Eigenlijk komt dit omdat bij ImageNet heel veel plaatjes van heel veel verschillende honden zijn. Dus daar heeft hij allerlei verschillende, daar heeft hij gewoon goed op kunnen leren. Dus dat heeft hij goed kunnen zien. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je model eigenlijk alleen kan wat hij te zien krijgt. Een model is niet goed in het voorspellen van dingen die hij helemaal nog nooit gezien heeft, die er niks mee te maken hebben. Een derde waar ik het over wil hebben is data leakage. Data leakage is zeer gevaarlijk, want het valt niet zo heel erg op. En data leakage, normaal gesproken heb je informatie van de features. Probeer je labels te voorspellen op basis van de features. Maar heel soms heb je ook informatie in die features die één op één te correleren is met de labels, zonder dat je het doorhebt. Nou, een voorbeeld hiervan is bij een kekkelcompetitie laatst geweest, waar ze gingen voorspellen of iemand kanker heeft of krijgt. En dat deden ze op basis van persoonlijke informatie. Maar in die persoonlijke informatie stonden ook medische gegevens. En in die medische gegevens, als je daar verder indook, zag je dat er ook in stond, niet één op één of iemand daadwerkelijk die ziekte heeft gehad, maar wel wat voor medicijnen een persoon gebruikte. En het is vrij duidelijk, vrij makkelijk te voorspellen voor een model dat wanneer iemand bepaalde medicatie voor een ziekte gebruikt, hij waarschijnlijk ook die ziekte zal gebruiken. Sta ik even over. Hoe ga je dit tegen? If it seems too good to be true, it probably is. Als jij met 100% zekerheid kunt voorspellen of iemand kanker heeft of dat iemand het krijgt, dan moet je goed gaan nadenken, goed naar je data gaan kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. En wat er gebeurt. Je kunt het ook tegengaan door een hele groep data dus achter te houden. Nog weer een groep data achter te houden en die dan weer later aan het model te laten zien. Als het model het bijvoorbeeld hier niet op kan voorspellen, dan gaat er waarschijnlijk iets mis met die modellering. Ongelijke klassen is ook een probleem wat we heel veel zien. Stel je voor dat je wilt gaan voorspellen op basis van bankgegevens of iemand fraudeert of niet. Gelukkig zijn er dan veel meer mensen die een gewone spaarrekening hebben dan mensen die frauderen. En wat je zult zien is, als je hier een model op gaat trainen en je traint hier een normaal model op, dat het model het eigenlijk supergoed gaat doen. Namelijk zo'n bijna 100%. Maar als je dan verder kijkt in die data, dan kun je zien dat het model eigenlijk iedereen op sparen zet. Als je namelijk
voorspelt dat iedereen spaart en niemand fraudeert, dan kom je al op die 99,88%. Lijkt het alsof je model het goed doet, maar dat is dus eigenlijk niet zo. Nou, wat kun je hier tegen doen? Nee. Allereerst, dit is natuurlijk wat je wilt. Dat je model iets meer fouten maakt binnen de spaarders, maar dat hij ook meer fraudeurs weet te pakken. Maar wat je dus ziet is dat in deze situatie het model het eigenlijk, als je alleen kijkt naar het percentage dat hij goed heeft, het minder goed doet. Hoe ga je hier dan mee om? Je hebt er een aantal manieren om mee om te gaan. Je kunt enerzijds kun je de data, de kleine datagroep, kun je vermeerderen. Dat kun je doen door data augmentation toe te passen, door ja, data een klein beetje aan te passen, maar dan wel hetzelfde te laten lijken. Wat je ook kunt doen is de grote datagroep verminderen. Hier ben ik zelf niet zo'n fan van, want in de regel is het eigenlijk hoe meer data, hoe beter je model wordt. Dus het weggooien van data is eigenlijk heel zonde. En wat je ook nog kunt doen is zorgen dat je je evaluatie anders doet. Namelijk door je model meer af te straffen wanneer hij de kleine dataset fout doet. En minder af te straffen wanneer hij fouten maakt in de data waar je veel meer van hebt. Het laatste waar ik het nog over wil hebben is het black box idee. Dit hoor je heel veel. Niet zo lang geleden, ik denk een jaar geleden of zo, was het nog in het nieuws. Dat er bepaalde gemeentes waren die beslissingen maakten op data science modellen. Maar eigenlijk niet wisten waar deze op gebaseerd waren. En ja, ook niet wat er inging, maar ook niet hoe ze werkten. Nou, allereerst is het belangrijk om goed te weten dat niet alle data science modellen een black box zijn. Je hebt heel veel modellen die heel makkelijk uit te leggen zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gewoon simulaties. Die kun je heel makkelijk uitleggen. Denk ook aan statistieken. Wat je hier tegen kunt doen als data scientist is om de modellen zo simpel mogelijk te houden en goed te begrijpen hoe de data werkt en hoe de data verkregen is. Dan kun je het namelijk ook het allerbeste uitleggen aan anderen. Achterhalen kan in. Ja. Om dit soort modellen te bouwen, hè? Wat is jouw ervaring? Hoeveel kennis je daarvan moet hebben? Je hebt natuurlijk data engineers, je hebt data scientists. Nou, ik heb even het verschil uitgelegd. Stel bedrijf denkt van nou, ik wil wel iets voorspellen, hè, met bijvoorbeeld binnen de bankensector of wat dan ook, met fraude of klanten. Ja, moet je daarvoor echt een studie gedaan hebben of misschien wel 10 studies? Hoe zie jij dat? Kan je daar iets over vertellen? Nou, een studie richting data science, dat hoeft wat mij betreft niet per se, maar het is wel belangrijk dat je goed begrijpt wat de verschillende modellen doen, wat ze kunnen en wat er achterliggend gebeurt. En daarnaast, wat ik denk dat dus het belangrijkste is, is ja, zoals ik bij die cirkel aangaf, dat je goed bent in die eerste 3 stappen. Wat je heel veel hebt tegenwoordig zijn van die plug-and-play machine learning modellen of data science modellen, waar je een aantal foto's in kunt gooien en dan traint je model en dan krijg je een voorspelling. En dat kan heel goed werken en dat bij simpele problemen denk ik ook zeker dat dat moet kunnen. Maar wat je dan wel kunt krijgen is bijvoorbeeld dat wat ik aangaf met de honden en de wolven. Dat je denkt, ja, mijn model doet het heel goed, want ik heb alles erdoor gegooid. Maar dat mensen eigenlijk niet helemaal begrijpen wat er nou achterliggend gebeurt en wat er dus ook mis kan gaan. Dus ik denk daarin wel dat het, je hoeft denk ik geen hele studies gedaan te hebben, als in universitaire studies, om dit volledig te kunnen. Maar je moet hier wel veel van begrijpen. Dus een maandje een data science traineeship doen, denk ik niet dat je hier zit. Maar het hangt ook af van de moeilijkheid van je model en de moeilijkheid van de problematiek van het onderwerp ook. Ja, helder. Nee, goeie. Ik heb nog een vervolgvraag vanuit het publiek, noem ik het even. Hoe gebeurt de validatiestap? Dat is de eerste. En is het de expert die achteraf de haakjes handmatig zegt of iedere voorspellingen van het model klopt of niet? En kun je dit ook automatiseren? Dus het begon met gebeurt de validatiestap? Nou, de validatiestap, ik denk dat ik even de vraag andersom oppak, want ik denk dat dat handiger is. We doen dat zeker automatisch. Wat wij hebben is bij
Even kijken. Nou, als je terugdenkt aan die honden en die katten, dan weten wij wat een hond is of wat een kat is en wat niet. En dit vergelijken wij met de uitkomst van het model. Oftewel, het is goed een eentje of de spout een nulletje. Hoeveel procent is er goed? Dat kun je gewoon allemaal automatisch berekenen. En dat gebeurt dus ook niet achteraf door de expert. Maar dat is dus vooraf als het ware al gebeurd door de expert. Uiteindelijk heb je dan dus een machine learning model getraind waarbij dat allemaal automatisch is gebeurd. Heb je ook nog die dataset die je achterhoudt, waarbij je kunt valideren op dezelfde manier. Dus je hebt een dataset achtergehouden waarvan je weet of het een kat is of niet. Daar ga je model mee testen. Daar valideer je automatisch mee of dat antwoord klopt. Dat kan allemaal nog volledig automatisch. Als je dan weer helemaal nieuwe voorspellingen gaat doen, waar je de antwoorden niet van weet, dan zou je daar steekproefgewijs inderdaad nog een extra validatieslag op kunnen doen. Vaak gebeurt dit niet, omdat je al zoveel foto's van katten en honden hebt laten zien dat het model al goed genoeg is. Maar het is inderdaad zeker, kan het heel relevant zijn dat als er fouten ontdekt worden, dat het weer teruggegeven wordt, zodat het model verbeterd kan worden. Oké, okay, dankjewel. Ja? En dan nog een vraag. Ik heb hierna nog een vraag en dan gaan we daarna lekker door. Of je het inderdaad kunt automatiseren. Dus is het de expert die achteraf zegt of iedere voorspelling van het model klopt, ja of nee? Of heb je een soort automation tooling die dat al voor jou bepaalt? Nee, dat gebeurt dus automatisch. En dat gebeurt ook tijdens het trainen van het model automatisch. Want je kunt het model ook niet optimaliseren als je niet weet of die het goed of fout doet. Want welke kant moet je hem dan op optimaliseren? Moet je dan de knikkers eruit halen of moet je dan de knikkers erbij doen? Dat weet je dan niet. Dus dat gebeurt inderdaad volledig automatisch. Oké, okay, nou, duidelijk. Dan de laatste vraag, dan gaan we door. Je geeft aan, je hebt het over straffen, hè, in meer of mindere mate. Je geeft aan bij ongelijke klassen aan dat het een mogelijke oplossing is om het systeem zwaarder te straffen. Ja. Zodra iets bij de kleine klassen fout gaat en andersom. Dus bij de dus lichtere straffen, zodra het bij de grotere klassen fout gaat. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven hoe dit precies werkt met het straffen? Even denken. Ja. Dat kan ik wel. Nou, laten we maar weer teruggaan naar de katten en de honden. Stel je voor dat je veel meer kattenfoto's hebt dan dat je hondenfoto's hebt of niet kattenfoto's. Dan zou je kunnen zeggen voor iedere kat die je goed hebt krijg je een half puntje erbij. Maar voor iedere hond die je goed hebt krijg je een hele punt erbij. En andersom. Dus voor iedere hond die je fout hebt gaat er een hele punt af en voor iedere kat die je fout hebt gaat er een half punt af. Dat kun je in een algoritme, in een functie kun je dat schrijven en die functie kun je meenemen tijdens het trainen. Wat je dan gaat zien is omdat hij dus meer gestraft wordt of meer beloond wordt als hij een hond goed heeft, dat het model dan ook steeds meer honden goed of niet katten goed gaat hebben. Beantwoord dat je vraag? Zeker, althans ik ga even uit van wel. Dankjewel Daan voor jouw vraag. Wat mij betreft ga je weer lekker verder, Dominique, met het vervolg. Yes, dan ga ik nog verder met de black boxes. Even denken, waar was ik gebleven? Heeft dus vaak te maken met onduidelijkheid van de modellen. En voornamelijk met onduidelijkheid van de gebruiker. De meeste data scientists weten wel redelijk goed wat er gebeurt. Maar omdat het ingewikkeld is, is dat moeilijk over te brengen. Wat er gebeurt kun je vaak wel achterhalen. Er zijn hier een aantal libraries voor. Bijvoorbeeld in Python heb je Lime. En wat je met die library bijvoorbeeld kunt doen, is als je dus die foto's van de katten en de honden hebt, om maar even hier een voorbeeld te noemen, is dat je deze library erop los laat gaan en dat die library vervolgens aangeeft waar die specifiek naar heeft gekeken om te bepalen of iets een kat of een hond is. Als je dan denkt aan de wolven met de witte achtergrond en de honden met de groene achtergrond, dan kan je dus door middel van zo'n soort library, waarschijnlijk achterhalen dat hij voornamelijk naar de achtergrond heeft gekeken en niet naar de kopies van de dieren zelf. Wat sowieso nog wel erg belangrijk is om te onthouden, is dat data science voor functionaliteit heel geschikt is en om inzicht te geven ook heel geschikt is, maar om de causaliteit of het waarom achter de inzicht te bepalen, dat is een stuk moeilijker. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan mensen die gelukkig zijn.
waar we het eerder over hadden. Nou, stel je voor dat uit je model blijkt dat mensen die veel geld verdienen gelukkig zijn. Dan weet je dat, dan is dat een gegeven. Maar alsnog weet je niet waarom geld gelukkig maakt. Of andersom. En dat zijn ook vragen die ja, niet volledig door data science te beantwoorden zijn. Dan wil ik het gaan hebben met jullie over de use cases die ik hiervoor heb uitgekozen. Er stonden er 4 op de agenda, maar aangezien een collega van mij is uitgevallen, zal ik er maar 3 behandelen. Allereerst ga ik het hebben over mobiliteit en corona. Dat is een onderzoek waar wij momenteel nog mee bezig zijn. Dus dit is niet volledig af, maar we hebben wel interessante resultaten en ik denk dat het ook wel interessant om te laten zien. Vervolgens ga ik het hebben over natuurmonitoring door middel van satellietbeelden en een machine learning model. En uiteindelijk het terugdringen van de toegangstijden door middel van simulaties. Allereerst dus mobiliteit en corona. Dit is een onderzoek wat wij aan het doen zijn met onze partner Mezuro. En Mezuro is een partner die gespecialiseerd is in eruit halen van data, mobiliteitsdata onttrekken uit telefoondata. Dit doen zij volledig geanonimiseerd. Dat is een belangrijk detail. En wat wij dan uiteindelijk te zien krijgen is een soort volgende matrix. Waarbij wij per gemeente en per dag, 24 uur per dag en dus volledig geanonimiseerd kunnen zien. Hoeveel mensen uit gemeente A er naar gemeente B zijn gegaan. En hoeveel mensen uit gemeente B naar gemeente C zijn gegaan. Enzovoort. Omdat corona 1-op-1 overdraagbaar is via mensen. Is het van belang dat deze mensen. Kunnen we de mobiliteit van mensen koppelen aan de verspreiding van corona. Immers als veel mensen van Brabant naar Amsterdam zijn gegaan in het begin van de coronacrisis, zullen waarschijnlijk veel besmettingen ook in Amsterdam terechtkomen. Hoe ziet deze data er dan uit? Hier zie je een top 10 per gemeente uit mijn hoofd reizigers naar andere gemeentes. En wat je ziet is dat er heel veel stromen zijn, mobiliteitsstromen zijn. En dat we dus niet per persoon kunnen zien hoe het zit, maar wel de algehele mobiliteitsstromen per dag kunnen zien. Nou, in een onderzoek met dus Mezuro en de universiteiten van Eindhoven, Twente en Utrecht zijn we bezig geweest met deze data te koppelen aan de coronadata. En hier zit iets in wat ik zelf wel interessant vond. Hier heb je een voorbeeldje van de coronadata. Hier zie je per provincie, in dit geval de provincie Utrecht, zie je het cumulatief aantal opnames. En als je hier heel goed naar kijkt, dan zie je dat hier een stukje corrupte data in zit. En het is op dit moment niet heel erg zichtbaar. Maar als je gaat kijken naar het aantal nieuwe opnames, dan zie je dat er van 29 april tot op 30 april min 1 extra mensen zijn opgenomen. Ja, dat is natuurlijk niet mogelijk, want het gaat over het cumulatief aantal opnames. En er kunnen geen min 1 extra mensen bij komen. Dus dit is gewoon een fout die in de data zit. Hoe wij hiermee om zijn gegaan is niet door het verwijderen van deze rij, want het is data van een dag, maar is door het invullen van deze waarde als een nul. Dus we hebben gedaan alsof er die dag geen min mensen bij zijn gekomen. Ik denk dat dat ook wel redelijk dicht bij de waarheid ligt. Een andere optie was nog om het gemiddelde te nemen tussen de dag ervoor en de dag erna. Maar ik denk dat dat in dit geval niet helemaal klopt. Nou, deze coronadata hebben wij gekoppeld aan de mobiliteitsdata. Om op basis daarvan een voorspellend model te maken. Dat verder in de toekomst kan gaan voorspellen hoe corona zich zal gaan verspreiden. En daar hebben we een aantal simulaties over gemaakt. En die zal ik jullie zo even uitleggen. Hierboven zie je, of in deze grafieken zie je aan de linkerkant allereerst het aantal besmettelijke mensen per scenario. Je ziet zo meteen 4 bolletjes en die bolletjes die komen overeen met het kleurtje. En die kleur komt overeen met een scenario zoals er boven ieder Nederland grafiekje staat. En we hebben hierbij aangenomen dat mensen immuun worden nadat ze besmet zijn geweest. Zoals nu nog veel uit wordt gedacht. Niet helemaal zeker is, maar hebben we hier wel aangenomen.
En het percentage dat immuun is, dat zie je linksonder. Verder zie je nog vier plotjes van Nederland met vier verschillende scenario's die we getest hebben. Ik zal hem eventjes gaan draaien en dan in de tussentijd uitleggen wat deze scenario's inhouden. In scenario 1, het blauwe scenario, zie je wat er gebeurt als we helemaal niks doen. We heffen de lockdown volledig op en we gaan terug naar zoals het eigenlijk in maart was. Dan zien we weer exponentiële groei. En na een paar maanden zien we dan al dat driekwart van Nederland ziek is geweest. En dat er ook honderdduizenden mensen opgenomen zijn. Nou, dit is niet echt een realistische optie, denk ik. Dus hebben we ook andere opties getest. Scenario 2 is de lockdown zoals het nu is. Oftewel, we veranderen helemaal niks. We versoepelen niks. Belangrijk hierbij is dat de scholen ook nog niet open zijn gegaan. Dat hebben wij hier nog niet meegenomen. En omdat de R0... kleiner is dan 1, wordt de ziekte steeds minder. Worden steeds minder zieken. En sterft de virus zo goed als uit. Dit lijkt een heel positief scenario. Maar het nadeel bij dit scenario is dat zodra de maatregelen opgeheft worden, het virus waarschijnlijk weer oplaait. En dat komt omdat het virus niet volledig uitsterft. En de landen om ons heen het virus ook nog wel hebben. Dus als we hiermee doorgaan, dan zie je dat na scenario 2 direct weer scenario 1 begint. Als we het opengooien. Nou, we hebben scenario 3, dat is flatten the curve. Dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. In scenario 3 proberen we wel steeds meer dingen los te laten. Maar houden we dat zo, houden we besmettingsgraad zo laag dat de ziekenhuizen het aankunnen. Dit hebben wij gesimuleerd door twee keer zoveel contact toe te staan als dat er in april was. Afgelopen maand april was er nog heel weinig contact. En ook 2/3 van het verkeer van 2019 toe te staan. Dus niet het verkeer zoals het nu is, maar zoals het verkeer zoals het normaal gesproken eigenlijk is. De mobiliteit zoals het normaal gesproken is. Nou, wat je dan ziet is dat bij het groene scenario er wel een piek ontstaat, maar dat die ook op een gegeven moment weer daalt. En dat heeft te maken met het aantal mensen dat immuun wordt. Omdat er steeds meer mensen immuun worden, wordt het steeds moeilijker om mensen te besmetten eigenlijk. En daardoor zie je dat ook hier het scenario aan het einde van het jaar, de ziekte aan het einde van het jaar steeds meer uit begint te doven. Dan hebben we nog scenario 4. Die zal ik zo nog een keertje starten. En dat is een gebiedsstrategie die we samen met de TU van Eindhoven hebben bedacht. In dit scenario is Nederland opgedeeld in 12 gebieden. En dat zijn niet de provincies, maar dat zijn 12 gebieden die aan de hand van de veiligheidsregio's in Nederland bepaald zijn. Er zijn 25 veiligheidsregio's in Nederland. Maar een PhD'er van de Universiteit van Eindhoven heeft uitgezocht tussen welke gebieden het meeste verkeer plaatsvindt, het meeste economische verkeer plaatsvindt en waar het minste zieken op dat moment zijn. Nou, als je hier vragen over hebt, dan moet je dat maar een andere keer vragen, want het is vrij ingewikkeld om het helemaal uit te leggen. Maar we hebben in ieder geval 12 gebieden gedefinieerd. En binnen deze gebieden hebben we al het verkeer toegestaan. Al het verkeer zoals het vorig jaar was in elk geval toegestaan. En buiten die gebieden, of tussen die verschillende gebieden, hebben we maar 10% van het verkeer toegestaan. En wat je dan ziet, is dat in eerste instantie Noord-Holland heel erg oplichtte. Even kijken of ik terug kan komen naar daar. En een paar plekken in Zeeland en Limburg volgens mij. Achterhoek een beetje. En dat vervolgens gebieden in het noorden van Nederland oplichten. Bijna het hele noorden van Nederland is ook één zo'n gebied. Dus daarbinnen is gewoon alle verkeer toegestaan. En als eenmaal de ziekte daarbinnen is gekomen, dan kan die losgaan wat hij wil. Maar wat je ook ziet is dat dit toch wel redelijk overeenkomt met het scenario 3. Qua aantallen zieken en aantallen immuun mensen. Nou, dit is een van de casussen waar ik het over wilde hebben. Als jullie hier nog meer vragen over hebben, kan dat altijd achteraf. Dominique, is het model al in gebruik genomen door de overheid of gemeentes of anderzijds of bedrijven? Nee. Korte antwoord is nee. We zijn in gesprek met mensen. Daar komt het op neer. En de TU's zijn ook in gesprek met mensen.
op de universiteiten, maar het is nog niet in gebruik genomen. Oké. Er zitten ook wel redelijk wat aannames aan de grondslag natuurlijk, maar dat heb je altijd bij modellen. Mm-hmm. Maar ik denk persoonlijk dat het een hele interessante toevoeging kan zijn. Ja, en Dominique, een van de modellen zal uiteindelijk misschien wel in gebruik genomen kunnen gaan worden door de overheid. Want eigenlijk kiezen ze misschien wel een model waarvan ze zeggen van nou, die komt heel erg in de buurt van een 100% of een 90% wat je aangaf. Dus in de toekomst zou het zomaar wel een model kunnen zijn waar ze mee aan de slag gaan of willen. Dat kan ik niet beantwoorden, dat durf ik niet te zeggen. Dat zou ik wel persoonlijk wel fijn vinden natuurlijk. En dat, ik denk ook wel dat het zou kunnen, maar dat, ik kan niet voor hun beantwoorden hoe dat zit. Ik ga even door naar de volgende slide. Yes. En dat heeft te maken met natuurmonitoring. Een project waar ik afgelopen jaar aan heb gewerkt voor een aantal provincies, alle kustprovincies eigenlijk om eerlijk te zijn. En dat heeft te maken met monitoring van natuur. Want voor het beheer van natuur en toetsing van natuurbeleid aan wetten is informatie over vegetaties en habitattypen noodzakelijk. En momenteel worden die gegenereerd door ecologen die naar die locatie toe gaan en die aangeven wat voor habitattypen er overal liggen. Dat zijn een soort natuurtypen. En dit is een kostbare methode en heeft een zeer lange doorlooptijd. En daardoor is relevant inzicht niet altijd tijdig en frequent genoeg beschikbaar. En ze kwamen eigenlijk bij ons met het idee om met satellietbeelden te voorspellen wat voor habitattypes er op de grond liggen. Dat hebben we dus gedaan voor de gebieden die je hier in het blauw omcirkeld kunt zien. Dus alle natuurgebieden aan de kust. En we hebben dit gedaan voor duinen en kwelders. Om dit te doen hebben we alle satellietbeelden van 1 jaar genomen. En de habitattypen die in de afgelopen periode gekarteerd zijn door de ecologen. Dus de gebieden waarvan we weten hoe het zit. Die hebben we aan elkaar gekoppeld en door een klassificatiemodel gegooid. En daar komen dan vervolgens voorspellingen uit. En die voorspellingen die hebben we omgezet naar kaarten per habitattype. Dus je ziet hier H2150, dat is een habitattype voor duinen. En H3110, dat is een 1130 bedoel ik, dat is een habitattype, een kwelder habitattype. En we hebben daar een dashboard van gemaakt. Dit is ook eigenlijk wat er dan uit zo'n, wat dan het uiteindelijke product is. Nou, hoe zien die kaarten er dan uit? Hier zie je een stukje kwelder in een gebied in Zeeland. En dit is hoe het daadwerkelijk gekarteerd is. En dit is vervolgens hoe het voorspeld is door ons model. Want je ziet dat het niet perfect is. Je ziet zeker een aantal adertjes die het model heeft gemist. Maar op zich doet hij het redelijk goed. En er zijn hier nog 2 interessante dingen die ik hierbij wil vertellen. Allereerst zie je hier rasters in. En die rasters die hebben wij toegevoegd om data leakage tegen te gaan. In eerste instantie hadden we deze rasters er niet in en werd het model voorspelde eigenlijk super goed. En wat we zagen, waar we achter zijn gekomen, is dat satellietbeelden niet alleen informatie over de pixel bevatten waar ze naar kijken, maar ook een klein beetje informatie over de pixel van het gebied ernaast. Dus om dat tegen te gaan hebben we alle gebieden een stukje uit elkaar gehaald en zodat er geen informatie meer over andere gebieden in staat. Dus dan, het kon gebeuren dat er informatie van de testgebieden in de traindata zat. Het tweede wat ik hier wilde laten zien is, ik weet niet of het heel duidelijk te zien is eigenlijk om heel eerlijk te zijn bij jullie. Maar het heeft te maken met narrow expertise. Hier aan de, even kijken, hier aan de onderkant zie je een heel klein wit lijntje zo schuin lopen. Boven die bruine lijn eigenlijk, blauwe lijn. En dat is een weg. En ons model heeft in eerste instantie nooit geleerd om wegen te herkennen. Want het heeft alleen maar geleerd om habitattypen te herkennen. En wat je dus zag is dat dat model hier aan de, bij de voorspelde kartering toch een habitattype ging herkennen op de gebieden waar eigenlijk wegen zaten. Om dit tegen te gaan. Dit is dus typisch een voorbeeld van narrow expertise. Want we hebben het model eigenlijk wel heel goed leren herkennen wat we wilden dat hij ging herkennen, maar
niet herkennen, wat ja, de wegen dus niet leren herkennen. Om er tegen te gaan zijn we later gebieden van wegen en dorpen toe te gaan voegen, zodat niet overal habitattypes herkend worden waar ze niet zijn. Dan heb ik hier nog een gebiedje. Dit is het duingebied in Texel, de Texelse duinen. Ik zie ook weer een kartering en een voorspelling. En wat je ziet, dat ze dat in het algemeen redelijk goed doet, maar ook wel een paar gebieden misgaan. En als we inzoomen, zie je dat bijvoorbeeld hier vrij duidelijk. Als je kijkt naar het gebied hier onderin, als mijn muis erheen wil, hier zie je dat er heel veel kleine gele en groene gebiedjes zijn, die je aan de rechterkant niet ziet. Dit heeft te maken met ongelijke klassen. Die kleine gele en groene gebiedjes die komen heel weinig voor in de dataset. En bij de voorspelde kartering worden die voorspeld als een paars gebied. En het paarse gebied is het meest voorkomende habitattype, namelijk geen habitattype. En is daarmee ook heel veelzijdig. Dus als een model niet weet, dan is het geneigd om het daarin te gooien. We zijn het zoveel mogelijk tegengegaan, maar omdat er zoveel verschil zat tussen gebieden die geen habitattype zijn en gebieden, deze gele en groene gebiedjes, is het niet altijd mogelijk. Dominique, even een korte aanvulling. Gezien de tijd is dit in ieder geval de laatste case die wij nog doornemen. Althans, waar jij nog op inzoomt. Ja. Maar wel goed voor de mensen die kijken dat in ieder geval na deze case is het afgelopen. Hoe lang heb je ongeveer nog nodig voor de afronding van deze case? Dat is nu klaar eigenlijk. Oh, oké. Okay. Kijk. Dus dat komt heel mooi uit. Precies op het goede moment. Ik zit te kijken, ik zie wel wat vragen. Oh ja, hoe lang duurt deze webinar? Nou, die is nu inderdaad zo goed als afgelopen. Ik zit even te kijken, iemand die vraagt, sorry, ik ben even vergeten wat het doel van de kartering is. Het doel van de kartering is eigenlijk om te zien wat voor een habitattype er op de grond staat. En dat wat voor een habitattype er op de grond zijn, dat is weer belangrijk om te bepalen hoe goed het met de natuur gaat in Nederland. En niet alleen met de natuur, maar bijvoorbeeld ook met de hoeveelheid stikstof of bepaalde planten die zeggen dat, zoals duinriet, die zeggen dan weer iets over de hoeveelheid stikstof die er in Nederland is. Dus er worden heel veel informatie wordt ervan afgeleid. Dankjewel. Wil jij nog ergens mee eindigen, Dominique? Jij als data scientist hebt laten zien hoe het werkt en kan werken. Ik denk een heel mooi kijkje in de techniek enerzijds, maar ook in de use cases waar jij mee bezig bent. Is er nog een tip? Want ik merk dat er ook wel wat mensen zijn die zelf ermee aan de slag willen of die die richting op willen. Kan je nog iets daarover zeggen als laatste? Als je die richting op wil, denk ik dat het voornamelijk heel belangrijk is. Zoals ik dus heb aangegeven, dat je niet vergeet dat de data eigenlijk het allerbelangrijkste is. Ik merk dat mensen die met data science bezig willen, vaak zich helemaal stuk bijten in machine learning modellen om uit te zoeken hoe die nou precies werken en hoe neurale netwerken precies werken en hoe dat wiskundig gezien allemaal werkt. En ik geef zeker toe dat dat een voordeel is en dat het ook op een bepaalde manier wel belangrijk is. Maar als je ermee wilt beginnen, zou ik daar niet mee beginnen. Dan zou ik eerder proberen te begrijpen hoe alles conceptueel gezien werkt. En het voorbeeld wat ik daar altijd een beetje, of de analogie die ik daar altijd een beetje mee trek, is ik kan auto rijden, maar ik weet absoluut niet precies wat mijn auto wat de radartjes in de auto precies doen. En dat is in veel gevallen ook helemaal niet nodig. Maar als mijn auto stuk gaat, dan zou ik dat weer wel moeten weten. Of ik breng het dan nu naar een garage toe. Die stap 1 is denk ik toch echt om conceptueel goed te begrijpen hoe alles werkt. En conceptueel goed te begrijpen hoe je met data om moet gaan en wat er mis kan gaan in data. Helder. Dan nog een vraag over het programmeren. Ja. Iemand die geeft aan, moet je kunnen programmeren om hier een baan in te vinden? Persoonlijk zeg ik ja, maar er wordt wel veel op internet ook gezegd van niet, maar ben ik absoluut geen voorstander van de plug-and-play data science, omdat ik vind dat je door de data heen moet kunnen struinen, je moet er goed in kunnen kijken en je hebt dat de modellen wil je zelf goed kunnen begrijpen wat er binnen gebeurt en misschien wel dingen aanpassen en dat gaat gewoon beter als je kunt programmeren. Dat gezegd hebbende worden die plug-and-play
tools wel echt steeds beter, waardoor je ook steeds meer kunt doen. En is dat ook, denk ik, wel echt een goed begin. Alleen, ja, wees je er wel van bewust dat er dus wel, als er iets misgaat, kun je er niet in duiken om het te verbeteren. Oké, Dominique, dank daarvoor. Ik heb nog één vraag daarop. Wat voor taal zou je kunnen programmeren? Of heb je een voorkeurstaal daarvoor? Ik programmeer zelf vaak in R en Python. Ik denk dat ook het meeste genoemd wordt. Ik denk dat Python het allermeeste genoemd wordt. Zeker als je bijvoorbeeld een neuraal netwerk wil maken, is het heel handig om TensorFlow daarbij te kunnen gebruiken. En dat werkt gewoon heel goed samen met Python. Ook wel met R, maar iets minder goed. En zelf gebruik ik R nog steeds wel heel vaak als ik simulaties wil doen of als ik data wil visualiseren. Omdat ik vind dat het vaak in R toch net iets makkelijker gaat dan in Python. Maar dat kan ook in Python. Ja, dus er is niet één bepaalde taal die echt de voorkeur heeft, maar Python is... Voor mij niet. Maar je kunt hier op internet allemaal discussies over vinden van mensen die het een of het ander goed vinden. Ik denk dat de kracht zit in gebruiken waar je... De tool gebruiken waar je hem het beste voor kunt gebruiken. En ook waar jij hem het beste voor kunt gebruiken. Helder, dank daarvoor. Nou, dan wil ik je enorm bedanken voor dit webinar, zeg maar. En ook alle luisteraars of alle deelnemers aan het webinar hiervoor bedanken. Ik denk dat het een erg interessant verhaal is geweest. En qua use cases en dergelijke ook met goede voorbeelden. We zullen ook in de mailing hierna nog even wat aandacht besteden van hoe ziet het er nou uit als je iets wilt gaan doen in data science. Hoe zit het dan met R, Python en of andere toepassings of talen, zeg maar. En ik wil ook nog even de aandacht vestigen op twee andere webinars die we binnenkort gaan organiseren. Onder andere op 20 mei Microsoft Teams voor onderwijsprofessionals. Dus ben je werkzaam in het onderwijs, dan is deze speciaal voor jou heel interessant. Want we hebben inmiddels een aantal webinars over Teams gehouden. En daarnaast thuiswerken als een pro, als een professional. Ja, hoe balanceer je nou het thuiswerken? Hoe richt je je thuiswerkplek goed in? Hoe ga je om met technologie voor thuiswerken? Niet alleen de webcams, niet alleen de microfoons, maar ook andere zaken. Zoals bijvoorbeeld de inrichting van je thuiswerkplek. De tools, de middelen vanuit je werkgever of die je zelf eventueel kunt inzetten. Dus dat zijn nog even twee webinars waar ik speciaal de aandacht aan wil vestigen. En inschrijven kan via computrain.nl/webinars. Ja, en Dominique, nogmaals enorm bedankt. En Bernard, voor jullie verhalen over data science. Ik denk echt een mooi kader van wat is nou data science en ook hoe wordt het toegepast in de praktijk. Ik denk een paar mooie voorbeelden. Onder andere het wel of niet goed toepassen van wordt een hond goed herkend als afbeelding. En ook voor iedereen die het webinar gevolgd heeft, nogmaals dank en tot het volgende webinar.